ben... En dit is onze robot. To set on, to see jam, snap, to be. Robots spreken hier aards, dus misschien moet je even iets aards zeggen. Goedemiddag. En welkom in ons ruimteschip. Wij zijn ontdekkingsreizigers van een andere planeet. Planktonia. La. Tony. La. Waar muziek energie is. Alles daar draait om muziek. Auto's, televisies. Neusbeukenmachines. En ook ruimteschepen. Toen wij vorige week op ontdekkingstocht waren door de ruimte, toen zagen we ineens op onze radar een prachtige blauwe planeet. En hoe dichterbij we kwamen, hoe mooier die werd. Eerst moesten we door een heel dik, wit wolkendek heen en toen zagen we ineens allemaal water en grote eilanden. En op die eilanden zaten allemaal kleine propjes met stenen huisjes. En tussen die huisjes door liepen allemaal kleine dingetjes en die leken heel erg op ons. En dat bleken dus uiteindelijk mensen te zijn. En toen waren we hier. Ja, maar nu hebben wij dus een probleem. Ja, want wij hebben geen energie meer over om terug te gaan naar Planktonia. Ja. Ja, kijk eens. Ons klankometer, die is bijna leeg. Ja, en om die op te vullen, hebben we dus muziek en klanken nodig. Ja, en daar hebben wij jullie hulp voor nodig. Hey, Robot, waar zijn we nu eigenlijk? Nederland. Nederland? Oké, goed. We hadden dus het idee dat jullie dan met z'n allen iets zingen en dat wij dan onze klankometer kunnen vullen en dat we daarna wij lekker weer terug kunnen naar huis. Is er een Nederlands liedje wat iedereen kent? Is dat trouwens een echt lied? Echt? Is dat een echt lied? Ja. Ja? Nee. Nee? Of wel? Wel. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, misschien lijkt het me een goed idee dat we dat dan met z'n allen gaan zingen. Dan kunnen wij onze klankmeter opvullen en dan kunnen wij weer terug naar Planktonia. Ja? Ja? Laten we samen zingen. Misschien moeten we met de laatste restjes van onze energie naar andere plekken toe om de klanken te verzamelen. Ja? Oké, laten we gaan. En jullie gaan allemaal mee, want we hebben geen tijd als jullie nog naar buiten gaan. Dus eens even kijken. Dit is de aarde. Dit is niet de aarde. Dit is natuurlijk een atlas. En wij zijn hier. Nee. Niet? Maar, nee. Ja, we zijn hier. Hier zijn wij. Toch? Ja. Goed, had ik het toch goed. Waar zullen we nu heen gaan? Laten wij... daar gaan. Hier? Ja. Oké. Wat is dit? China. China? China. Oké. Laten we naar China gaan. Ja. Goed. Rechtop zitten. Rechtop zitten. Ja. Gordels om.
Gordels om, allemaal gordels om. Handen op je knieën. Bij een noodlanding knijp je neus dicht. In een geval van nood, de nooduitgangen zijn daar, daar en daar. Ik wens jullie een prettige reis. Prettige reis. Vijf. Ja. Oké. Vier. Nou, jongens, we gaan een beetje schudden, nee. Dus maak je alvast klaar. Ja. Hou elkaar goed stevig vast, nee. Als je een beetje uit de bocht vliegt. Meter.
misschien iemand? Azerbeidzjan. Ja. Azerbeidzjan. Okay. Nou, laten we naar Azerbeidzjan gaan dan. Ja? Ja. Oké. Okay. Kom, ja, kom, ja, mee. Kom mee. Kom mee. Okay. Recht opzitten. Recht opzitten. Gordels om. Ja, gordels om. Handen op je knieën. In een geval van nood, de nooduitgangen zijn daar, daar en daar. Bij een noodlanding knijp je neus dicht. Ja. Ik wens jullie een prettige reis. Zoals een viool, maar dan rechtop. Die heeft vier snaren. En ik heb ook gelezen dat de bovenlaag van zo'n taar is van de huid van een schaap gemaakt. En van de kamantje is die van de huid van een vis gemaakt. Maar, ja, jullie kunnen ons helpen, want wij komen van Planktonia. En daar zijn we boom, op de aarde. En toen... Ik ging niet titter de dus toen. Terug naar Planktonia! Goed, ze hebben stoelen nodig. Stoelen, stoelen. Thank you.
kijken. Bijna. Kennen jullie misschien iemand? Iran. Iran. Goed. Ja. Nou, dan laten we gaan naar Iran. Ja, komen jullie mee? Ja. Goed, ik pas nog allemaal op de boot, hè? Ja. Oké. Rechtop zitten. Gordels om. Gangen, op, hier. In een geval van nood, de nooduitgangen zijn, daar en daar. Bij een noodlanding, knijp je neus dicht. Ik wens jullie een prettige reis. Okay.
Ja. Goedemorgen, alles goed. Wat fijn. Hey, Robert, waar zijn we nu? 100 meter van Iran. Oh, nou, laten we dan nu naar Iran gaan, toch? Oké, okay. We gaan er, jongens. Thank you.
5 minuten. We gaan over 5 minuten al vertrekken. Ja. Dus, als jullie niet mee willen naar Antonia, dan moet je eigenlijk nu naar buiten. Ja, ik doe de deur even open. Vertrek naar Antonia in 4 minuten. 4 minuten, oké, het gaat heel snel, dus ik zou zeggen, kom, we gaan allemaal naar buiten. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Vertrek naar Antonia in 3 minuten.